Gaan we naar tekst nummer 4? En we hebben bij tekst nummer 4 een titel. Can language of the Vikings survive English onslaught? Dat is wel een leuke woordspeling, want het onslaught betekent natuurlijk dat het afgeslacht. En Vikings waren hele ruwe mensen. Uh, althans, dat, zegt het, dat zijn de legendes van de Vikings, dat ze heel erg ruw waren en alles kapot maakten. Um, dus de vraag is: kan de taal van de Vikingen. Nou, als ik het zo zie, zal dat wel IJsland zijn aan het plaatje. Die um, English onslaught overleven. Dat waarschijnlijk dat Engels daar ook een hele belangrijke taal gaat worden in IJsland. Geschreven door Ragnar Johansson. En het komt uit um, 2018 Guardian Weekly. Nou, ik zie allemaal IJslandse namen. Dus excuse my pronunciation. Maar um, we gaan even kijken naar de vraag. Vraag 5 Not so many years ago. Such a billboard would simply have read: Kaffee on Kleine, alinea 1. Welk jaar is volgens de schrijver aan te wijzen als het beginpunt voor een verandering in het taalgebruik? Noteer dit jaartal. Nou, we hebben hier dus niets uh, aan de hand van alinea 1 of 2. Dus we moeten even gaan lezen. En wat we gaan doen is we gaan even lezen tot we het vinden. Nou, ik zie al dat paragraaf 3 een aantal jaartallen heeft. Paragraaf 5 heeft ook een jaartal. Laten we ze even onderstrepen. Dus waarschijnlijk moeten we um, tot daar lezen. Dus dat gaan we even doen. Beginnen we met paragraaf 1. Can language of the Vikings survive English onslaught by Ragnar Johansson? Coffee and Kleine reads a large sign at the roadside coffee shop by one of the main roads in Reykjavik. Not so many years ago, such a billboard would simply have read "Kaffi og kleina" in the language of the Vikings, the official language of Iceland. It is a privilege of the few to be able to read and write Icelandic, a language understood by only around 400,000 people worldwide. Icelandic, in which the historic sagas were written in the 13th and 14th centuries, has changed so little since then that we can still more or less read them as they were first written but iceland is not so isolated anymore and there are signs its language is facing challenges never seen before following the economic crash of 2008 and the subsequent collapse of the icelandic currency tourism has emerged as the largest industry in iceland with 2.5 million tourists expected to visit a country of 350000 people in 2018 alone okay cardnet over the yard En we zien dat 2008 wordt genoemd en 2018. 2008 wordt hier genoemd als een beginpunt van de economische crisis. We hadden een economische crisis in 2008. En we hebben hier een mooi woord wat iets aangeeft, namelijk following. En following laat dus een beginpunt zien. Vanaf die economic crash of 2008. En de subsequent collapse of the Islamic currency. Dus ook de val van de. Uh, uh, het IJslands geld. Tourism has emerged as the largest industry in Iceland. Dus vanaf dat moment ging dat toerisme uh, enorm omhoog. Dus het aantal toeristen dat IJsland ging bezoeken nam toe. Net tot aan 2,5 miljoen toeristen in 2018. Dus, als we kijken naar de vraag, welk jaar is volgens de schrijver aan te wijzen als het beginpunt voor een verandering in het taalgebruik? Nou ja, dat is 2008. Want vanaf 2008 kwamen er meer mensen naar IJsland. Als we dan eventjes de eerste zin van de linea 4 lezen. And everyone is catering to the tourists in English, of course. Bevestigt dat ook wel dit, deze gedachte. Want die toeristen die willen natuurlijk in het Engels aangesproken worden, niet in het IJslands. Dus daarom is bij vraag 5, 2008, het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 6. What do paragraphs 2 and 3 make clear about the Icelandic language? Nou, we have already read both paragraphs, so we can try to answer the question directly. A. It failed to adapt to modern times when it came under threat. B. It has been replaced by English for the sake of the banking industry. C. It is only used by a select group of intellectuals and historians. D. It was secure for a long time, but its future is now at stake. dan gaan we gelijk al een paar wegstrepen. Wat we meteen kunnen wegstrepen is B. Er wordt namelijk in, dit hele in deze beide paragrafen niks gezegd over de banking industry en de taal die daar gebruikt wordt. Er wordt wel iets gezegd over het geld en de economische crisis van 2008, maar er wordt niks gezegd dat bankiers alleen Engels gebruiken. Dus dat kunnen we wegstrepen. Dan kunnen we ook A wegstrepen, want er wordt namelijk niks gezegd over het feit dat... Um, IJsland niet is meegegaan met de moderne tijd. Er wordt alleen gezegd dat het heel weinig veranderd is. Dus hoewel um, je kunt zeggen dat het veel te adapt, er wordt niet gezegd dat dit gebeurde wanneer het on de threat was. Het is gewoon ja, zo gebleven. Er wordt niks over een dreigement of een threat tegenover het IJslands benoemd. Dus die kunnen we ook wegstrepen. Dan kunnen we C ook wegstrepen, want er wordt niet in de tekst gezegd dat het alleen gebruikt wordt door een groep intellectuelen en historians. Hoewel er wel wordt gezegd dat er maar 400.000 mensen IJsland spreken, uh, wordt er niet gezegd dat die 400.000 mensen ook intellectuals en historians zijn. Dus die kunnen we wegstrepen. En dat betekent dat antwoord D het juiste antwoord is. En dat past ook wel met wat er in de tekst staat, want hier lezen we dat het in de 13e en 14e eeuw. Uh, gebruikt werd om verhalen te schrijven. Toen werden die verhalen geschreven. En dat het zo weinig veranderd is dat we die verhalen nog steeds kunnen lezen. Maar dan staat er dat IJsland niet meer zo geïsoleerd is als gevolg van die economische crisis van 2008. Er kwamen gewoon meer toeristen. Dus daarom is antwoord D bij vraag 6 het juiste antwoord. Kunnen we naar vraag 7. How does paragraph 4 relate to paragraph 3? Nou, paragraaf 4 hebben we nog niet gelezen, dus dat moeten we even gaan doen. 4. And everyone is catering to the tourist in English, of course. At restaurants and coffee shops, people frequently use English rather than Icelandic. Companies are rebranding themselves in English. The importance of tourists to the economy is rapidly making English not only a second language in the service industry, but almost the first language. Oké. Okay. Dus er wordt iets gezegd over Engels en de rol die Engels aan aan het nemen is in IJsland. So how does paragraph 4 relate to paragraph 3? A. It contains criticism on the points made in paragraph 3. Nou, die kunnen we gelijk wegstrepen, want er wordt geen kritiek geleverd. B. It describes the effect of the points made in paragraph 3. Dat past wel, want we zien dat er hier voorbeelden worden genoemd... Um, van dingen die het gevolg zijn van die search in tourists... en dat al die mensen in het Engels aangesproken worden. Dus dat zou best het goede antwoord kunnen zijn. Voor de zekerheid lezen we ook even C. It puts the point made in paragraph 3 in a global perspective. Nou, dat wordt niet gedaan. Er wordt niet globaal in een soort wereldwijd beeld bekeken... maar het gaat echt alleen over wat er in IJsland gebeurt. Dus daarom is antwoord B alsnog het juiste antwoord... en antwoord C niet. Dus bij vraag 7 is verantwoord B het juiste antwoord. Kunnen we door naar vraag 8? Gaan we even lezen. Which sentence fits the gap in paragraph 5? Nou, dan moeten we eerst paragraaf 5 even lezen. En even linken aan paragraaf 4 om te kijken wat, hoe, wat het beste past. Mm -hmm. Icelanders have always been very proud of their literary heritage, boasting that we write and read a lot of books. However. Icelanders bought forty seven percent fewer books in Icelandic in twenty seventeen than they did in twenty ten, a very sharp decrease in a matter of only six years. In the laatstein van Linea 4, Lezen um, the importance of tourists in the economy is rapidly making English not only a second language in the service industry, but almost the first language. Dus Engels wordt in Iceland bijna de eerste taal. Dan gaan we verder erop doorbouwen met het voorbeeld van die boeken. Ondanks dat die IJslanders altijd heel trots zijn op hun literary heritage, hun literaire erfenis, het feit dat er zoveel literatuur of goede literatuur in IJslands wordt geschreven, uh, en het feit dat die mensen veel boeken lezen en schrijven, worden er 47% minder boeken in het IJslands gekocht in 2017 dan in 2010. Dus in die zes jaar is het met 47% gedaald. Dan gaan we even kijken naar de opties. Ik verwacht dat we hier iets moeten invullen wat erop doorbouwt. Dus een zinnetje wat, wat aangeeft dat ze erop door gaan bouwen. Gaan we kijken naar de opties. Which sentence fits the gap in paragraph 5? A. But not all is completely lost yet. Dat zou niet kunnen. Want wat ik zei, er wordt doorgebouwd op het gevolg van die verengelsing. En er wordt hier dus nu gezegd dat ze minder boeken lezen. Dat is ook bewezen met wat feiten. Dus dan kunnen we A niet invullen, want dat zou betekenen dat er juist een positieve aspect aan zou moeten zitten. En dat zit hier niet. Dus we zijn alsnog op zoek naar iets wat een gevolg aangeeft. B. Changes are preceded by chaos. Er wordt niks gezegd over chaos, dus dat kunnen we sowieso wegstrepen. Er wordt ook niet gezegd dat die veranderingen eerst door iets anders werden gevolgd, dus dat klopt ook niet. C. There are other warning signs. Dit zou wel kunnen, omdat, wat ik zei, we zijn op zoek naar iets wat doorbouwt op wat er gezegd wordt. En hier hebben we other, andere, en dat zou wel heel goed kunnen. Dus met potlood doen we even C als juiste antwoord. Lezen we ook nog even D. This can have major advantages. Nou, advantages is positief. Dat zou het positief zijn. Maar we zijn hier op zoek naar iets wat doorbouwt op iets wat al negatief is. Dus. Daarom is D hier niet het juiste antwoord en antwoord C bij vraag 8 dus wel. Dus bij vraag 8 is antwoord C het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 9. Which of the following fits the gap in paragraph 6? Ik heb deze woorden opgezocht en die staan ook in de glossary. En ik zou je absoluut aanraden, wanneer je een gap tekst hebt, om echt even de woorden die je niet kent goed op te zoeken in je woordenboek. Voordat we gaan kijken wat we gaan invullen, gaan we eerst even de tekst lezen. En wanneer we dit gat, aangezien het een woord is, tegenkomen, gaan we even kijken wat we zelf zouden invullen. En ook weer moeten we ons afvragen of we op zoek zijn naar een positief woord of een negatief woord. Gaan we eerst even paragraaf 6 lezen. Will Icelandic soon become the second language of Icelanders? All languages evolve, but so far Icelandic has adapted to technological changes by creating new words for modern inventions, such as the computer, simi, tv, sjonvarp, email, tulvupostur, and the computer, tulva. Sorry if you're from Iceland and it's not pronounced uitgesproken is. Further evolution is, of course, mm hmm. But with the ubiquity of English, Is the Icelandic language at risk of disappearing more or less completely? En if it's in danger, should we make an effort to save it? We zijn hier op zoek naar een woord, denk ik, wat aangeeft dat die um, ontwikkeling van het IJslands niet te voorkomen is. En dat zien we aan het feit dat ze dus eerst zeggen dat ze wel woorden hebben gevonden voor deze ontwikkelingen, dus voor nieuwe technologieën. En we hebben hier ook, of course. Wat eigenlijk bevestigt dat ze verder gaan met datgene wat ervoor gezegd is. Nou gaan we even kijken naar de opties die er gegeven worden. Dan hebben we A, confusing, dat betekent dat het verwarrend is. B, damaging, dat betekent dat het schadelijk is. C, futile, dat betekent dat het nutteloos is. D, inevitable, dat betekent dat het onvermijdelijk is. En E, unlikely, dat betekent dat het onwaarschijnlijk is. Nou, als we even kijken naar wat er in de tekst staat en deze opties, dan zei ik net al dat we op zoek zijn naar iets wat doorbouwt met die ontwikkelingen. Hey, die ontwikkelingen zijn niet te voorkomen. Want dan komt namelijk, but. Uh, dus het, er wordt een tegenstelling gegeven. Op basis daarvan moeten we hier invullen antwoord D, inevitable. Want we willen namelijk aangeven dat het onmogelijk is om die ontwikkeling te stoppen. Further evolution is, of course, inevitable. Onvoorkombaar. Dus bij vraag 9 is antwoord D het juiste antwoord. Die anderen hier kunnen niet omdat die totaal niet passen in de context van die technologische ontwikkeling. Gaan we naar vraag 10. What is the function of paragraph 7? Nou, dan gaan we eerst paragraaf 7 lezen en daarna kijken naar de functie. The government, led by a prime minister who holds a degree in Icelandic literature, Has recently proposed that the state should reimburse 25% of the costs of publishing books in Icelandic. This legislative proposal could turn things around. On a smaller scale, but with similar objectives, in mind, myself and fellow crime writer Earslaar Sigurðardóttir set up a debut author award last year in Iceland to encourage emerging authors to keep writing in the language. Okay, that's harshly a naam, harshly verkeerd uitgesproken waarschijnlijk, but toch. Anyway. What is the function of paragraph 7? A, To describe initiatives that are meant to stimulate the use of Icelandic. Nou, ik vermoed dat dat al het juiste antwoord is. Want er wordt natuurlijk inderdaad een initiatief beschreven. wat deze auteur um, wilde gebruiken om dat IJslands te stimuleren. En dat zien we aan dit stukje hier. Encourage emerging authors to keep writing in the language. Dus ik vermoed met potlood dat antwoord A het juiste antwoord is. Dus die gaan we even omcirkelen. Gaan we even de rest lezen en wegstrepen als ze niet kunnen. B. To explain why it is necessary to stimulate the use of Icelandic. Er wordt niks gezegd over dat ze uitleggen waarom ze het moeten gebruiken. Niet in deze paragraaf. In deze paragraaf wordt alleen een voorbeeld gegeven van dat een initiatief dat zou kunnen stimuleren. Dus B. kunnen we wegstrepen. C. To justify the use of public money to stimulate the use of Icelandic. Hoewel het hier gaat over the use of public money, um, wordt er hier niet uitgelegd waarom dat een goede keuze is. It's not justified. Ze gaan het niet verdedigen. Dus antwoord C is hier niet het juiste antwoord. D. To stress that plans to stimulate the use of Icelandic are effective. Again, het gaat hier niet over de uitkomst van die uh, initiatives. Dus ook D is niet het juiste antwoord. Dat betekent dat antwoord A het juiste antwoord is. To describe initiatives that are meant to stimulate the use of Icelandic. En dat klopt ook wel, want ze geven hier twee voorbeelden. Allereerst, het eerste voorbeeld, dat staat hier: Reimburse 25% of the cost. En twee, um, is dat award to stimulate the use of um, Icelandic. By emerging authors. Dus dat is, antwoord, dat is het tweede initiatief wat beschreven wordt. De rest wordt er niet gedaan. Er wordt niks uitgelegd, er wordt niks verdedigd en er wordt ook niet nadruk gelegd over waarom het belangrijk is om die initiatieven te hebben. Dus bij vraag 10 is antwoord A het juiste antwoord. Kunnen we naar vraag 11: Which sentence fits the gap in paragraph 8? Weer een gapvraag. Uh, en hier moeten we eerst paragraaf 8 voor lezen. There is another sign of salvation on the horizon from an unlikely source. Icelandic rap has been growing in popularity in recent years, and the leading artists in that genre usually write their lyric in, lyrics in Icelandic rather than in English. Looking at the top songs in Iceland on Spotify, there are four Icelandic rap songs in the top five, all performed in Icelandic. Mm -hmm. Okay, dus in deze paragraaf wordt er iets gezegd. Over een nieuw iets wat IJslandic een nieuwe boost gaat geven: Salvation on the horizon. Sign of salvation on the horizon. From an unlikely source. Iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht, namelijk rapmuziek. Gaan we de opties lezen en kijken welke er het beste bij past. Which sentence fits the gap in paragraph 8? A. Clearly, it is not enough to turn the tide. B. Fortunately, nobody is able to sing along. C. So perhaps there is still hope. D. Too bad raps has such a bad name. We zijn op zoek naar iets positiefs, want er wordt gezegd dat er hope on the horizon is. Salvation is on the horizon. Dus we moeten iets hebben wat positief is. Nou, in dit geval kunnen we een aantal al wegstrepen, namelijk a. Want daar wordt in gezegd dat it's not enough to turn the tide. Zo van. Oké, okay, het is leuk, maar het gaat niet voldoende helpen. Dat weten we niet. En als je kijkt naar wat er in het zinnetje staat over Spotify, dan kunnen we juist denken dat het misschien wel gaat helpen. B, Fortunately, nobody is able to sing along. Dat is wat grappend. Dat is wat, um, nou ja, wat, wat, wat negatief grappend. Um, en dat klopt niet. Want er wordt juist dat positieve hier aangehaald. See, so perhaps there is still hope. Dit is het juiste antwoord. Um, want, there is hope on the horizon. Salvation on the horizon. Um, en ik denk dat die auteur hier ook mee wil afsluiten om te laten zien dat het juist misschien wel goed gaat komen met dat IJsland. En D, too bad rap has such a bad name. Er wordt niks verder gezegd over hoe mensen naar rap kijken. Dus dan zou dat niet passen bij de context van de tekst als de paragraaf. Dus antwoord D is hier ook het verkeerde antwoord. En met Wrap in IJslandic kunnen we door naar tekst nummer 5. Vond je deze video handig, vergeet dan niet even om te liken. Wil je weten wanneer de andere video's uitkomen, vergeet je dan niet te abonneren. Kijk ook in de beschrijving naar de data van mijn examentrainingen hier op YouTube, zodat je weet wanneer die zijn en dat je je kunt aansluiten. En wil je nog verder oefenen, kijk dan even op examenbundel.nl